Een goedenavond, dames en heren. Op ons interview met pater Willem Arts zijn vele reacties gekomen. Onmiddellijk aansluitend bij de verklaring van de door ons aangehaalde officier van de Vlaamse fabriekswacht ontvingen wij een brief van de heer Hendrik Verrijd uit Blanden, die van 1932 tot 1937 de leiding van katholieke jeugdorganisaties te Leuven had. Hij deelde ons mee dat van het dertigtal kajotters uit de Sint-Quintens-parochie te Leuven in de jaren 34-35, de parochie waarover voormelde officier van de fabriekswacht het had, slechts twee kajotters in de collaboratie zijn terechtgekomen, onder wie de betrokken officier. Dat was volgens de heer Hendrik Verrijd ook zo voor de volgende vooroorlogse generaties kajotters. Over de vooroorlogse actie van de KJ schreef ons de gewezen burgemeester van Kortrijk, de heer Lambrecht, die tussen 1933 en 1942 KAJ-leider was. Hij onderstreepte dat het niet eenvoudig was in ons politiek verscheurd land van voor de oorlog strijd te voeren tegen allerlei nieuwe politieke stromingen. De opgang van het VNV, het Ferdinazo en Rex maakten het niet gemakkelijk om de jeugd voor deze nieuwe strekkingen te behoeden. Vooral in West-Vlaanderen werden voordrachten en meetings georganiseerd door het Mannenverbond voor Katholieke Actie onder het motto Rome of Moskou. Maar nooit werd het nationaalsocialisme noch het fascisme gepropageerd. De KJ verspreidde toen de leuze tussen pest, dit wil zeggen het goddeloze communisme, en cholera, het nationaalsocialisme, kiezen wij niet. In haar eindverhandeling KAJ, een facet van de katholieke sociale beweging, de KJ in Limburg van haar ontstaan tot aan de Tweede Wereldoorlog, ingediend aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1972, stelt Ria van Voorde dat het Limburgse KAJ fel antisocialistisch en fel anticommunistisch was en dat verscheidene hoofdleiders en soms plaatselijke voorzitters van de KJ voor de oorlog met het VNV sympathiseerden. Als voorbeelden daarvan in Limburg kan verwezen worden naar de bekende gewestleider van de KJ, Paul Moons, die lid van het VNV was en in 1942 tot burgemeester van Koersel werd benoemd. Na de oorlog werd hij ter dood veroordeeld en gefusilleerd. De eerste gesneuvelde Limburg aan het oostfront, Jozef Zimmerman van Genk, kwam uit de KJ en ook uit het VNV. Een lid van de KJ was ook gauw commandant van de Zwarte Brigade tijdens de oorlog, Lode Huygen, die na de oorlog werd gefusilleerd. Meneer Rick de Meester, u is de algemene voorzitter van het Sint Maartensfonds. Dat is het fonds dat de meeste oostfronters, gewezen oostfronters, verenigt. U is in april 1942 naar het Oostfront vertrokken. Dat moet dan geweest zijn met de derde lichting van het Vlaams Legioen. Welk was uw motief om naar het Oostfront te vertrekken? Mijn motief? Ik stam uit het katholiek huisgezin. Ik was hoofdleider van de KJ in het Verbond Sint-Niklaas. En de kajotters? Van de kajotters natuurlijk. En die zijn dan, we hebben met verschillende erover gesproken, en de groot deel ervan die zijn gegaan naar het Oostfront. Mm-hmm. Waren er nog andere kajotters die zich gemeld hebben? Er waren er tamelijk veel kajotters. Ja. Ik geloof in het gewest Sint-Niklaas waren er 12, 13 kajotters die zich melden toen. Oh, ja. Bij mijn zat ze alleen. Oh, ja. En ik had natuurlijk de Duitse gezien in Lindmars een correcte houding tegenover ons. De plicht, de discipline waar dat ze aan onderworpen waren, maar dat toch schoon was in mijn ogen. En in de tijd was dan de strijd tegen het communisme, waar we vroeger al als KJ ons voor ingezet hadden. We leurden met blaadjes aan de kerk de waarheid van pater Van Gestel. Pater Morleon die ging redenvoeringen houden en alles. En die redenvoeringen was altijd vredaardig communisme, de strijd tegen het communisme. En dat speelde wel een rol in mijn beweegreden om te gaan. Daarentegen dient erop gewezen dat in het KJ-blad van juli 1937 een niet mis te verstane aanklacht tegen de nazi-praktijken is verschenen onder de titel Denken wij genoeg aan onze vervolgde Duitse broeders. Daarin staat onder meer te lezen, ik haal aan: Duitse katholieken lijden thans onder grote en pijnlijke beproevingen. Priesters en gelovigen worden
onder de hoede en met de hulp van het totalitair regime, gesmaad en belasterd en met brutaal geweld of snode list van hun heiligste rechten beroofd. Dagelijks worden ze als gevaarlijk elementen, als verdachte booswichten beloerd en achtervolgd, waar ze ook komen of gaan. Sommigen werden als wilde dieren kapotgemaakt op een onmenselijker wijze dan in de landen waar goddeloze communisten het hoogste woord voeren. Vele anderen onverdiend in het gedrang gebracht door de fouten van enkele zwakke broeders of zusters, werden op onrechtvaardige en schandelijke wijze gestraft, omdat men het Duitse volk wil bedriegen daar waar het gaat om de deugden en de zedelijke waarden van de mannen der Heilige Kerk. De geest van hoovaardigheid en haat, die de christelijke liefde veracht, dringt in alle harten door en God geven van niet, maar wordt zelfs de ziel van sommige katholieken niet bedreigd. Laat ons veel bidden voor onze Duitse broeders en zusters, bijzonder voor de Duitse jeugd, opdat zij in deze moeilijke tijden zou mogen volhouden. Laat ons bidden voor de vervolgers zelf, opdat zij alvorens het te laat wezen, wij zijn immers zeker van hun nederlaag, hun grove dwalingen mogen inzien. Heer, wij smeken u, erbarm u over hen. Einde van de aanhaling. Hoewel wij dus in verscheidene collaboratiebewegingen en onder meer onder de Oostfronters een aantal kajotters hebben teruggevonden, zou het evenwel te gewaagd zijn een oorzakelijk verband te willen leggen tussen het lidmaatschap van de KJ en de toetreding tot de collaboratie. Nochtans valt niet te ontkennen dat voor een aantal Vlamingen die in de collaboratie zijn getreden, hun katholiek geloof hierbij mede een rol heeft gespeeld. Dit is vooral waar voor een aantal leden van het Vlaams Legioen die na het uitbreken van de oorlog met de Sovjet-Unie naar het Oostfront zijn vertrokken. Zulks is gebleken uit de gesprekken met een hele reeks legioenssoldaten als mede uit onze lectuur. Bij die eerste lichting van het legioen, kan ik me nog goed herinneren, die bestond grotendeels, ik zeg niet dat er geen anderen bij waren, maar grotendeels uit katholieke jongeren. Die jongeren, die worden misschien nog eens onderverdeeld in politiek, ja, politiek gezinde, wat bij mij niet het geval was, want van politiek had ik destijds geen kaas gegeten, VNV en alles. Ik behoorde tot geen enkel politieke partij, was ook niet politiek gezind, maar er waren wel veel jongens die bij het VNV behoorden. En die plus hun katholieke overtuiging, plus hun politieke gezindheid, die zijn niet vertrokken. Heeft het katholicisme een grote rol gespeeld om naar het Oostfront te vertrekken? Bij mij wel. Maar we varen ook anderen. Het katholicisme speelde vooral een rol bij de VNV'er, denk ik. Omdat die van huis uit gelovig waren en katholiek waren. Ik was niet bij een politieke partij aangesloten. Mm-hmm. De meeste jongens waren dat wel. Ze kwamen de grotendeels uit VNV. De mannen van het VNV, dat waren die het meest gingen omdat ze hetzelfde gedacht hadden als ik. Dus strijden tegen het communisme, voor Vlaanderen. De mannen van de D-vlag, die gingen meer omdat het Groot-Germaanse Rijk, om die dachten het nationaal socialisme eigenlijk. Het nationaal socialisme en dat. Het was niet onze bedoeling en ook niet de plaats het hele probleem van de motivering van Vlaamse Oostfronters omstandig te behandelen. Dat hopen wij te doen in onze volgende reeks programma's wanneer wij de geschiedenis van het Vlaams Legioen zullen uiteenzetten. We hebben enkel willen wijzen op de mogelijke invloed die de anticommunistische campagnes die voor de oorlog door kerkelijke en katholieke lekenkringen werden gevoerd, op de beslissing van Oostfrontvrijwilligers is uitgegaan. Daarmee hebben we niet gezegd en ook niet willen zeggen dat alle Oostfronters uitsluitend uit godsdienstige overwegingen dienst hebben genomen. Er kan zelfs gesteld worden dat de anticommunistische campagnes van voor de oorlog slechts voor een zeer kleine minderheid van katholieke jongeren een rol hebben gespeeld in hun engagement voor het Oostfront. Zelfs indien we zouden aannemen dat alle Belgische, dus en Vlaamse en Waalse Oostfrontvrijwilligers uit de ganse Tweede Wereldoorlog, in totaal iets meer dan 20.000, uit katholieke overwegingen dienst hebben genomen,
dan is zulks wel bitter weinig in vergelijking met de honderdduizenden andere katholieke jongeren die ook in mindere of meerdere mate in anticommunistische zin waren beïnvloed en zich nochtans niet hebben gemeld. Wel is het zo dat mensen, en dus ook jongeren, verschillend reageren op dezelfde gegevens. Deze bedenkingen sluiten evenwel niet uit dat een aantal van die iets meer dan 20.000 vrijwilligers oprecht hebben gemeend dat zij ook in oorlogstijd gevolg moesten geven aan de vooroorlogse oproepen om desnoods ook met de wapens het communisme te bestrijden. Heren, jullie zijn tijdens de oorlog onderofficier in de Vlaamse wacht geweest. Hebben jullie de vooroorlogse oproepen en acties van een aantal geestelijken tegen het communisme van dichtbij meegemaakt? En hebben die oproepen later, tijdens de oorlog, invloed gehad op de wervingen? Nee, de wilde, wat mij persoonlijk betreft, hier te Nevelen, waar ik geboren ben en nu nog leef, herinner ik me zeer goed in de jaren 39 dat het Pater Arns was, de voorzitter van de Heilige Hartenbonden, die toen massaal optraden, overal, dat hij de preken in de parochiekerken al zo als thema behandelde, Rome of Moskou. Een duidelijke stelling van zin in het wegen is mij in de oren blijven steken. Namelijk, hij ging van standpunt uit, het zal er niet op aankomen, zich richten tot de jeugd dan, wie en hoeveel onze vaders u kunt lezen, maar het zal er in de toekomst op aankomen hoeveel jongeren het geweer kunnen hanteren tegen het godloos communisme. En ik denk, naar mijn bescheiden mening, dat er later in de werving, tweede, derde lichting van Vlaamse Wacht, Oostfrontwerving, dat het wel voor bepaalde mensen van tel is geweest. Ik denk dat de jongens uit die richting komende enorm invloed gehad heeft, want dat was zo een gewetensconflict waarmee dan ze gerustgesteld waren, want ze waren anticommunistisch als mensen. Dus ze zijn naar mijn gevoel absoluut in wervingen divers, ook Vlaamse Wacht, ook SS, Vlaams Legioen. Ik denk dat het een zeer grote invloed gehad heeft op die jeugd van toen. Ja, maar de SS komt eigenlijk niet over als bestaande uit mensen die erg gelovig waren. Hè? Maar u schijnt dus een oorzakelijk verband te leggen tussen het feit dat men in katholieke studentenbewegingen stond en het feit dat men bijvoorbeeld naar het Oostfront is vertrokken. Ja. Maar er zijn honderdduizenden Vlaamse jongens die in de katholieke actie en in katholieke jeugdbewegingen stonden en die zijn niet vertrokken naar het Oostfront. Maar hier in omstreeks wel. Hier in omstreeks, de enkele Oostfronten die ik persoonlijk gekend heb hier uit de streek, dat waren allemaal mensen die dus uit het college gekomen zijn en die dat als motief gedaan hebben. Een van de Oostfronters, J. Kersters uit Mortsel, heeft ons geschreven om te onderstrepen dat het kerkelijk propagandistisch offensief tegen het communisme in de vooroorlogse jaren nog ontzettend veel grotere invloed heeft gehad dan we hebben laten uitschijnen. Ik haal aan. Het moet voor elk onbevooroordeeld mens toch duidelijk zijn, zo schrijft hij, dat indien iemand die van deze noodzakelijkheid doordrongen was en consequent met zichzelf wilde blijven, niets anders kon dan vrijwillig dienst nemen toen het uur van de gewapende strijd tegen het bolsjevisme was aangebroken. Einde van de aanhaling. In een interview in het Limburgse weekblad De Toekomst van de 24 januari 1942 verklaarde legioenssoldaat Fik de Wit, ik haal aan, ik heb gezin, stad en land verlaten voor Vlaanderen en voor mijn katholieke overtuiging. Einde aanhaling. Uit de vele brieven die een aantal Vlaamse legioenssoldaten van het front naar huis stuurde, spreekt alleszins hun diep katholiek geloof en hun overtuiging dat zij vooral voor de verdediging van dat geloof naar het Oostfront zijn gegaan. Een Jules Geurts bijvoorbeeld, de eerste Vlaamse Oostfronter die het IJzeren Kruis eerste klas verwierf en in januari 1943 aan het Oostfront sneuvelde, schreef over de vele gevallen Vlamingen in aanhaling, het is voor Vlaanderen en voor de godsdienst. En daar moet men alles voor over hebben. Einde aanhaling. Jules Geurts had aan het Sint-Josefs College te Hasselt gestudeerd, waaruit een aantal leerlingen en oud-leerlingen naar het Oostfront zijn gegaan en verscheidene gesneuveld zijn.
Ook volgens een oud-leerling van het Sint-Henricus-college te Antwerpen is hij zelf mede door zijn sterk katholieke geloofsovertuiging naar de effectieve bestrijding van het bolsjevisme gedreven. Uit dit college zijn volgens hem eveneens verscheidene leerlingen naar het Oostfront vertrokken. Ook is een geestelijke uit dit college in het Vlaams Legioen gegaan. Kan u mij verklaren waarom uit één en eenzelfde college hier in Antwerpen een tiental jongens zich opgeven voor het Oostfront en dat er zelfs een broeder, niet waar, die normaal les geeft, ook naar het Oostfront vertrekt? Ja. Kan u mij dat uitleggen? Ik kan het ook moeilijk uitleggen, want het is volgende. Er is nooit collectief een besluit genomen in die school. Er is nooit propaganda gevoerd in die school. Nooit propaganda? Er is nooit één woord propaganda gevoerd voor het Oostfront in de school. Er is geen afspraak geweest tussen de leerlingen. En nochtans, ik ben ze later tegengekomen. En er zijn onder andere drie gebroeders zijn naar het Oostfront getrokken. Oh, zijn er niet de drie gebroeders, de Bruin? Ja. Ja. En dan, alle drie naar het Oostfront? Die zijn alle drie, dus één van gesneuveld. Er zijn nog andere jongens. Dus we gaan die namen hier niet noemen, maar ik weet zo zeker 7 of 8. En als we verder gaan zoeken, denk ik dat er nog meer zijn. Ja. Hoe verklaart je nu dat uit éénzelfde school zo'n relatief groot aantal jongens naar het Oostfront vertrekken en dan nog een broeder ook vertrekt? Ja, ik weet niet. Ik kan alleen van mezelf een oordeel vormen. Het is moeilijk voor een ander, maar ik denk toch wel dat een groot deel ervan tussen zat dat de jongens dezelfde opvoeding hebben gekregen als wij. Dat er sprake was van anticommunisme in die katholieke school, het katholiek college. En dat het een oorzaak moet geven aan die vrijwillige melding voor het Oostfront. Want er was destijds de burgeroorlog in Spanje. Dus die burgeroorlog, ja, die werd bij ons ook gezien als een strijd tegen het communisme. En het communisme was destijds toch de, of is misschien nu ook, de grote vijand van onze samenleving geweest. Ja, wij geloofden destijds dat de gruwelijkheden alleen gebeurden langs de rode kant. Of weer ons toch voorgehouden. Het vermoorden van priesters en alles. Dus die beelden die in de dagbladen kwamen. En daarover had men het in het college? In het college werd erover gesproken. Het werd ons voorgehouden door de broeders. Dus dat wel. Dus het was een werkelijk anticommunisme wat in die tijd en wat nu ook nog is, in is het anticommunisme. Heel de opvoeding op het college was zo opgevat dat het anticommunisme door heel hard gepredikt werd, dat we christelijk opgevoed werden, alle dagen naar de kerk, dat we heel Vlaams voelend, volksvoelend, werden opgevoed. U was erbij bij dat tiental. Heeft dat voor u gespeeld, die geest van anticommunisme? Dus natuurlijk. Veronderstel dat ik anders was opgevoed, dan had ik niet die visie gehad. Dat ik een andere visie gehad. De collegeleraar uit Antwerpen die eveneens naar het Oostfront is vertrokken blijkt trouwens geen alleenstaand geval te zijn. Want onder andere ook een kloosterling uit Menen, broeder Gracianus, met zijn eigenlijke naam Albert van Houten, geboren te Moorsele de 6 april 1915, onderwijzer in het gesticht van de gebroeders van Dalen te Menen, heeft zich in 1943 voor het Oostfront gemeld. De 3 april 1943 verklaarde hij in het Limburgs weekblad De Toekomst dat hij bij het afleggen van zijn geestelijke kleren het niet langer kon aanzien dat de hogere geestelijkheid van ons land een andere houding tegenover het bolsjevisme aannam dan deze voor de 22 juni 1941. De heer Van Houten is dezelfde dag vertrokken waarop hij zich heeft gemeld om zich bij de Vlaamse vrijwilligers voor het Oostfront te voegen, aldus De Toekomst. Voor menig katholiek Oostfronter was het legioen een barre ontgoocheling wegens de vele moeilijkheden, de moedwil en de tegenkanting die ze in de praktijk van de Waffen-SS ondervonden om hun godsdienst te beleiden. Die moeilijkheden vallen niet te verklaren indien niet een groot deel van de manschappen erop gestaan had
zijn katholiek geloof ook in het Vlaams legioen te beoefenen. Toen het Vlaams legioen vanuit het opleidingskamp Aris in Polen naar het front vertrok, kreeg het de gelegenheid mis te horen. Tenminste 2/3 van de legioenssoldaten namen die gelegenheid te baat. Heel wat Vlaamse oostfronters leefden in volle onzekerheid, beïnvloed als ze waren door de SS-ideologie, aantwankelijk gebracht door antigodsdienstige kampgenoten en ontgoocheld door de vijandige houding van geestelijke gezagsdragers. Als gevolg van de verbeten anti-katholieke propaganda in de SS spreken trouwens uit brieven van andere oostfronters haat, cynisme, verbittering of onverschilligheid tegenover de kerk. Soms ging dat zeer ver. Bijvoorbeeld uit een brief, ik haal aan. Als ik vecht, dan is het voor mijn volk, voor zijn zuiver bloed, voor de Germaanse gedachte van ras en familie en niet voor een Joodse Christus. Ga naar het front als je geen platbroek zijt en blijf met uw kruisje van een SS-man zijn lijf. Meer heb ik u niet te zeggen. Einde van de aanhaling. Ook uit de honderden in kranten en andere uitgaven gepubliceerde doodsberichten blijkt veelvuldig dat een aantal Vlaamse legioenssoldaten met een christelijke geest waren bezield en het katholieke geloof beleden. Bij dit alles dient gezegd dat de katholieke jongeren die aan de zijde van het nationaal-socialistisch Duitsland aan het oostfront hebben gestaan, blijkbaar uit het oog hadden verloren dat paus Pius XI in 1937 niet alleen het communisme, maar ook het nationaal-socialisme had veroordeeld, het communisme in de encycliek Divini Redemptoris van de 19e maart 1937, het nationaal-socialisme 5 dagen eerder, de 14e maart 1937, in de encycliek Mit brennender Sorge. Wie beide encyclieken, deze over het communisme en deze over het nationaal-socialisme, met elkaar vergelijkt, ontkomt evenwel niet aan de indruk dat het communisme vollediger, nadrukkelijker en radicaler dan het nationaal-socialisme werd afgewezen. Nog duidelijker dan de encycliek Mit brennender Sorge was de gezamenlijke herderlijke brief van alle Duitse bisschoppen van de 19e augustus 1938. De brief was een protest tegen de steeds verdergaande vervolging van de katholieke kerk door het nationaal-socialistisch regime, waarvan de Duitse bisschoppen zegden dat het de volledige vernietiging van het katholiek geloof in Duitsland wilde. Opnieuw, maar dan in scherper bewoordingen dan Pius XI, werd kritiek uitgebracht op het streven van de nationaal-socialisten naar de vervanging van de christelijke godsdienst door een godsdienst van het ras en het volk. De heer Hendrik Verrijt uit Blanden meent dat het een na de oorlog algemeen aangewend verdedigingsmiddel van oostfronters was om een beslissing aan de invloed van de kerk toe te schrijven. Volgens de heer Verrijt geldt dat bij de oostfronters zeer uiteenlopende motieven waren. Hij voert aan dat uit een onderzoek in Nederland zou gebleken zijn dat slechts een zeer kleine minderheid van de Nederlandse vrijwilligers zich om politieke of ideologische redenen heeft geëngageerd. Wij zelf wensen ons van een vergelijking tussen Vlaamse en Nederlandse vrijwilligers voor het Oostfront te onthouden. Volgens ons loopt de vergelijking in meer dan één opzicht mank. Ook de heer Govaerts uit Schoten oordeelt dat het niet opgaat in het katholiek geloof een oorzaak te zoeken om de gewapende collaboratie te verontschuldigen. Dat noemt hij een te vergezochte uitvlucht. Zo bijvoorbeeld heeft de heer Govaerts Fernand Wijs gekend. Als jongen was deze in de Giro en is een beul van Breendonk geworden. Wel heeft Wijs de Giro daarvan niet de schuld gegeven. Dat de kerk de inlijving in het Duitse leger niet goedkeurde, wist iedereen zeer goed, en de VNV'ers zeker, aldus de heer Govaerts, want vanuit die hoek werden de bisschoppen genoeg aangevallen in woord en geschrift. Dat er hier of daar een pater of leraar soldaten ronselde, is ook bekend, maar er waren er toch zeer weinigen. Het christelijk Vlaams nationalisme van toen moet zeer voorzichtig worden benaderd, aldus de heer Govaerts. Het ronselen door het VNV is al in het voorjaar van 1941 begonnen, nog voor de Duitse inval van Rusland. Vele factoren hebben volgens hem meegespeeld, Vlaams nationalisme, maar ook arrivisme, directe voordelen, gok op de toekomst, zin voor avontuur of voor parade en uniform. Verscheidene door ons geïnterviewde collaboratieacteurs
hebben inderdaad op nog andere beweegredenen dan hun katholiek geloof van toen gewezen. Ik denk dat er geen enkele jonge mens zonder avontuur in zijn bloed aan zoiets begint. Bij elke jonge man die naar het oostfront, pas op, ik wil niemand kwetsen, maar je moet avontuurlijk aangezegd zijn om zoiets te doen. De vader van deze geïnterviewde oostfronter was tijdens de Eerste Wereldoorlog een werkweigeraar geweest en was ook nog begin 1940 uitgesproken tegen de Duitsers gekant. Daarom stuurde hij zijn zoon bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog met de dienstplichtigen van 16 tot 35 jaar naar West-Vlaanderen ter beschikking van de regering, ook al was die zoon toen nog niet volledig 16 jaar. Na enkele weken op de Dool in het noorden van Frankrijk kwam de 16-jarige terug te Antwerpen. En toen we hier aankwamen, dan was het helemaal iets anders als wat mijn vader en andere mensen over de Duitsers vertellen. Want de Duitsers hier die waren uitermate correct, die waren vol tucht. Je zag niet al gelijk tijdens de mobilisatie. In 1939 liepen hier dronken Belgische soldaten over de straat. Die mensen hadden niks te doen. Die werden aan hun lot overgelaten. En hier een Duitser, dat was een tuchtvolle, perfecte soldaat. Die zich gedroeg tegenover de bevolking zoals het moest. Dus dat heeft bij mij eigenlijk misschien wel de grootste schok gegeven. Stond u in bewondering voor die Duitse organisatie, voor die Duitse orde, voor die Duitse tucht? Ja. En dat heeft u sterk aangetrokken? Dat heeft mij heel, heel sterk aangegrepen. Mm-hmm. En u zag daar... Ik zag er ergens eigenlijk misschien de vernieuwing in die we nodig hadden. Meneer De Wille, wat mij betreft, ik kom natuurlijk uit een andere streek, totaal andere midden dan mijn vriend Omar. Maar voor mijzelf heeft de invloed van bepaalde geestelijke zeker niet meegespeeld. Ik was een overtuigd aanhanger van het VNV, van voor de oorlog. En ik was ook schaarleider van het Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond Ruppelstreek. En het is met de gedachte, de politieke gedachte in de eerste plaats, ik dacht minder aan de militaire consequenties, dat ik tot de Vlaamse Wacht ben toegetreden in de overtuiging daarmee de politiek van het VNV te ondersteunen, waarin ik toen nog helemaal geloofde, terecht of ten onrecht. Dus u deed het meer uit, zou ik zeggen, Vlaams nationale overtuiging dan om godsdienstige redenen? Inderdaad. Mijn motieven om tot de Vlaamse Wacht toe te treden, die waren in hoofdzaak het geloof in het feit dat er voor Vlaanderen en voor de Groot-Nederlandse gedachte werkelijk enige kans in zat. En dat politieke macht slechts dan kan tot uiting komen wanneer ze ook door een militaire macht geschraagd wordt. Dus er waren heel wat idealisten bij, maar deden ze dan enkel uit katholicisme, enkel uit idealisme? Ja, dat mag ik niet zeggen. De meeste jongens die gingen uit idealisme, maar in hun achterhoofd was er toch een andere beweegreden die hen aanzette om te gaan. Bijvoorbeeld? Want bijvoorbeeld ruzie met een moeder, of een lief dat ik opgezegd had. Of gebuisd, of gebuisd in school, of na het school, of het werk niet aanstaan. Dat waren allemaal reden, bijkomende reden om te gaan. Mm-hmm. Bedoelt u dat zo iedereen zo wat zijn eigen redenen had? Ja. En dat er zoveel redenen waren als dat er oostfronters waren? Ja. Na de 22 juni 1941 moest men ten strijde trekken tegen het bolsjevistisch gevaar. Aldus schreef ons nog de heer Govaerts. Maar in 1939 had Duitsland zelf in het oosten, en ik haal aan, de poort geopend voor de barbaarse Aziatische horden en er nog een geschenk voor de Sovjets bovenop gelegd. Een stuk Polen, Estland, Letland, Litouwen. Einde van de aanhaling. Ten slotte heeft de heer Govaerts laten opmerken dat een eventuele brief van de kerkelijke overheid tegen het communisme tijdens de oorlog meteen een oproep voor deelneming aan de kruistocht met het Nationaal-Socialistisch Duitsland had betekend. Tot besluit mag wellicht gezegd worden dat bij de dienstneming voor het Oostfront waarschijnlijk een complex van redenen van politieke, psychologische,
godsdienstige, familiale en sociaal-economische aard een rol heeft gespeeld, waarbij de klemtonen volgens de onderscheiden Oostfronters verschillend konden gelegd worden. Wij komen in onze volgende reeks programma's gewis hierop nog terug. De houding van de kerkelijke overheid tegenover de collaboratiebewegingen tijdens de bezetting van ons land blijkt wellicht het duidelijkst uit de richtlijnen die kardinaal Van Rooij in verband met het opdragen van zielenmissen uitvaardigde. Tijdens een vergadering van de dekens van het aartsbisdom Mechelen werden hun de 13 mei 1941 volgende richtlijnen verstrekt. Het aartsbisdom verzoekt de dekens erover te waken dat de studenten van colleges en kleinseminaries niet worden afgeleid in verenigingen die niet goedgekeurd zijn door de geestelijke overheid. Vooral moet men op de hoede zijn dat de goddelijke diensten, vooral de begrafenissen, niet de oorzaak of het voorwendsel zouden worden van politieke betogingen of een politiek karakter dragen. Het is geenszins door de kerkelijke overheid verboden, zoals sommigen lasterlijk beweren, voor welke afgestorvenen ook gebeden te storten of missen te doen opdragen of publieke diensten te celebreren. Het staat echter klaar vast dat zekere politieke partijen van de kerkelijke ceremonies wilden misbruik maken voor hun tijdelijke doeleinden. Daarom, indien deze bedoeling blijkt, hetzij gezien de persoon van de afgestorvene, hetzij uit de plaats of de datum waarop of waar de dienst gevraagd wordt, of uit enige andere omstandigheid, mag de pastoor of rector van die kerk de dienst niet celebreren. Indien mannen of jongens die behoren tot politieke partijen bij wijze van manifestatie in uniform ter heilige tafel willen naderen, mag en moet hen de heilige hostie geweigerd worden. Einde van de aanhaling. In VNV-kringen beschouwde men deze richtlijnen als het gevolg van recente incidenten zoals de weigering een mis op te dragen voor Joris van Severen te Brugge, wegsturen van enkele collegestudenten wegens lidmaatschap van het AVNJ, het Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond, weigeren van de communie aan leden van de Zwarte Brigade in uniform. Daar was men ook van oordeel dat deze richtlijnen specifiek tegen het VNV waren gericht. De 5 mei 1942 omschreef de kardinaal tegenover de dekens van het aartsbisdom nog duidelijker in welke omstandigheden zielenmissen voor gevallen Oostfrontstrijders mochten opgedragen worden. De zielendienst moest plaatsvinden in de parochie van de overledene. Ze moest aangevraagd worden door de familie van de overledene en niet door een politieke groepering. En tenslotte mocht niets aan de begrafenis een politiek karakter verlenen. Slechts indien al deze voorwaarden vervuld waren, mocht de klerus missen voor gevallen Oostfronters opdragen. Op grond van deze richtlijnen weigerde het aartsbisdom in oktober 1942 bijvoorbeeld de begrafenismis van de VNV-leider Staf de Klerk in de Sint-Goedelekerk te Brussel te laten opdragen. In een uitvoerige brief dedato 20 mei 1942 verweet het militair bestuur de kardinaal onder meer dat de Belgische kerkelijke overheid zweeg over de Duits-Russische oorlog die volgens het militair bestuur een strijd voor de Europese beschaving en het christendom was. Kardinaal Van Rooij antwoordde dat hij die oorlog zo niet kon zien en dat de Belgische bisschoppen zich ernstig zorgen maakten over de toekomst van het christendom na een Duitse overwinning. In een toespraak tot katholieke jonge vrouwen te Onze Lieve Vrouw Waver, de 19 juli 1941, dus kort na de Duitse inval in Rusland en bij het begin van de propagandacampagne voor het Oostfront, nam de kardinaal nog een duidelijker standpunt in. Hij nuanceerde de veelgehoorde uitspraak: de kerk past zich aan alle regimes aan, doordat hij eraan toevoegde: het is voor katholieken niet toegelaten hun medewerking te verlenen aan de vestiging van een regime dat de kerk verdrukt. Het is hun dus ten stelligste verboden mee te werken aan de opbouw van een nationaal-socialistisch regime in België. Volgens verscheidene door ons ter zake geraadpleegde legioenofficieren werden in ons land de missen voor de zielerust van de gesneuvelde in de meeste gevallen geweigerd. In sommige gevallen konden er toch missen plaatsvinden dankzij een Duitse almoezenier, waarbij de kerk voor deze plechtigheid in beslag werd genomen. De zielenmissen waren volgens de betrokken officier nooit een militair schouwtoneel met propagandadoeleinden.
Een hakenkruisvlag was er zeker niet bij, wel de leeuwenvlag. Van het Horst Vessellied was er evenmin sprake. Volgens een van de legioenofficieren doen er zich ook nu nog moeilijkheden voor bij begrafenisdiensten van gewezen Oostfrontstrijders. Ook al begeleiden de nog levende Oostfronters in Burger praktisch altijd de overledene met de nochtans gewijde vlag der Oostfrontvereniging, een leeuwenvlag met afbeelding van het Berkenkruis en de naam der fronten waar de Vlamingen streden. Volchow, Leningrad, Zhytomyr, Narva, Oder. Uit de kring der Vlaamse gewezen legioenofficieren werd ons eveneens erop gewezen dat ook bij de bevrijding niet zoveel was veranderd. De Brugge werd volgens deze bron Gaston de Jager bij de bevrijding doodgeslagen. Niet alleen werd een zielemis geweigerd, maar deze gewezen collaborateur mocht evenmin in gewijde aarde op het plaatselijk kerkhof worden begraven. Ten slotte werd hij bij de Duitse soldaten op het Brugse kerkhof gestoken. Mevrouw Poelaert uit Kruinem schreef ons dat haar oom Frans Poelaert tijdens de oorlog pastoor te Denderleeuw wel een zielemis voor een gesneuvelde Oostfronter heeft opgedragen. Haar oom heeft haar toen verklaard: die jongen mag met alle eer zoals een ander mens begraven worden. Nadien werd de pastoor volgens mevrouw Poelaert naar het bisdom geroepen en moest hij zich uit de wereld terugtrekken als bestuurder van een nonnenklooster. De weigering van een aantal geestelijken in ons land om zielediensten voor onder andere gesneuvelde Oostfronters op te dragen, heeft alleszins menig acteur uit de collaboratie van de kerk verwijderd. Ik was in Leningrad gewond geraakt en na een verwonding mocht ik in verlof komen, 14 dagen. En in mijn vakantie hier, in Antwerpen, dan werd er een mis opgedragen en nu ben ik weer de plaats kwijt. Was het in Lillo of was het in... Het was in elk geval een noordelijke gemeente van Antwerpen. En er werd een eredienst georganiseerd voor een gesneuvelde kameraad van ons. Dus wat heel normaal was, ik ging er naartoe. En we stonden dan nog met een paar van ons jongens en plus dan nog sympathisanten en familieleden. En de toegang tot de kerk werd ons verboden. En de pastoor beweerde dat hij in opdracht van het bisdom geen mis kon opdragen voor die gesneuvelde kameraad. En dat heeft uw geloof doen verliezen? Ja, geloof. Ik ben niet meer gelovig, maar destijds heb ik wel gezworen van nooit of nooit nog één voet in de kerk te komen. Of één voet in de kerk te zetten, waar ik tot hiertoe heb volgehouden.